Chica Lane, Chilla. We komen uit het vliegtuig. Met welke maatschappij zijn we gegaan? Corendon. Ja, jij kan het goed zeggen. Ik zeg steeds Corendon, maar het is Corendon. 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 Ja. We zijn ontzettend in de watten gelegd. Veel te lief en veel te leuk. Ik ben zelfs buiten de groep gezet. Ja. Oh ja, dat zijn mijn vrienden. Ja! Ik was nog de cockpit in. Ja. Nou, uniek. Hoe uniek. Ik had vliegangst, maar ik ben er gewoon gelijk overheen. Ik heb alles gezien en gehoord. En het, zoals hun zeiden, voor hun is het routine. In feite, als je het eenmaal door hebt, stelt het niks voor. Ik ga daar niets over zeggen, maar het was geweldig. Maar nu zijn we op weg naar... Kijk, we gaan even die kant op. Ik heb net het bord gemist. Dat is dan weer jammer. Het was te laat. We zijn onderweg naar... Marbles Stella Maris. Het nieuwe, unieke concept, 4-sterren hotel van deze maatschappij. En daar gaan we proefslapen. Er zijn heel veel Nederlanders die zich in hebben geschreven. 65.000 inschrijvingen, ja. Geloof ik. En Najib is er al. Najib Amrali, ja. Mijn favoriet. Ja, die gaan wij zien. Ik ben echt zo lachen altijd. Ja, oh, ik tril een beetje. Nou, en er zijn allemaal de Misses Nederland zijn er ook. Hè? Die meiden zijn er ook, geloof ik. Morgenavond in ieder geval. Ik heb van alles gehoord. DJ's. Ja, DJ's. En kijk eens wat er uitzag. Ja, de telefoon weg. Je weet echt goed de weg. Ja, ik ben al een paar keer geweest. Ah. Ik heb wel een paar keer tijdens het gebouw een kijkje mogen nemen. En ik denk, de mensen die het nu al geboekt hebben, die gaan het echt geweldig vinden. Die gaan genieten. Nu al. Dat het idee, dus mensen die dit zien, die gaat genieten. Oh, en wij rijden in een heerlijke auto. Ja, een Fiat 500 cabriolet. Dakje open, wind door je haren, hoe lekker. En dat is van de Bravo maatschappij, hè? Bravo Auto Vet. Ja, ja. Ja, nou, dat heb ik ook vandaag geleerd, dus dat wordt ook mijn adresje. Want zo met koffietje naartoe toegelopen, niet op een bus wachten. En ik denk dat wij heerlijk gaan genieten. Wordt vervolgd, of niet dan, Silla? Ja, op loopafstand van een airport. Ja. Je kunt je laten ophalen als je het van tevoren reserveert. Maar heb je niet van tevoren gereserveerd om je te laten ophalen bij de airport, dan is de eerste rotonde vanaf het vliegveld. Kan je missen, naast Ponderosa. En daar kan je een heerlijke espresso drinken voor €1,20. Ah. Uit mijn hoofd, ik weet het niet zeker. Maar de prijzen zijn daar gigantisch leuk. De mensen zijn aardig. En, het was zo gezellig dat we zo anderhalf uur zijn gebleven. Ja. Zo gezellig was het. Ja, wow. Ja, gewoon vakantie. Marble, joe! Dat doe ik niet. Ik weet het niet, we zien het later. En daar zie ik de zee al. Misschien zie je het. Sunset. Ja. De mooiste zonsondergang kan je vanaf deze kant van het eiland zien. Nou. Daar is het eiland gesitueerd. En wij komen nu bij de entree. Oh, ik ga het even laten zien. Ja. Ik hoop dat jullie het allemaal zien. Maar wij zijn er. Dus we gaan onze auto. We gaan genieten. Wordt vervolgd. Niet dan? Doei. Doei.